goed begin van het jaar voor de clubs uit Twente. En wat vindt Ender Ricardo nou van de ontwikkelingen bij de jeugd? Het is 15 januari, dit is de eerste helft van 21 voetbaltijd met René Wagelaar en Ender Ricardo. Welkom bij 21 Voetbaltijd, de voetbaltalkshow van Twente over Heracles Almelo en FC Twente. Nieuw elke truitje. Week met René Wagelaar. René, nieuw beste truitje. Wensen nog. Mag het nog? Ja, nieuw truitje. Ja, nieuw truitje. Ziet er leuk uit? Ja, ziet er goed uit met die rits. Ja. Ziet er goed uit. Ik heb hem gehaald. Krijgt hij allemaal, hè? Nee, ja, dat is niet waar. Ik heb allemaal deze gewoon zelf gekocht, Ragel. Als we nu al zo beginnen... Ja, beste wensen nog, man. Beste wensen. Laten we beste wensen. Beste wensen. Vakantie gehad, hoe was het voor jou? Lekker thuis, familie. Ja, geen vuurwerk, lekker binnengebleven. Niet naar buiten toe, veel te gevaarlijk. Ja, wat doe jij dan zo in de winterstop? Honden aaien. Ja, je zit niet met smacht te wachten totdat het voetbalseizoen weer begint? Nee, dan vind ik het wel even lekker. Even niks. Even familie, een beetje, ja. Ja. Nee, vind ik wel even lekker. Je gaat ook niet in Engeland kijken? Nee, nooit. Ik kijk nooit buitenlands voetbal. Nee? Nooit. Vind je niks? Nee. Vroeger wel. Jammer. Maar ik kijk niks meer. Alleen Nederlandse competitie. Ja, jammer. René, wij zitten hier elke week. Ja, dan kan ik het met je hebben over fatsoenlijk voetbal nog wel eens. Over de Supercoppa van gisteren, maar daar hebben we het zo meteen wel over. René, wij zitten hier elke week met een leuke spraakmakende gast. Deze week heb jij even weer in de grabbelton gekeken. En heb jij iemand meegenomen die jij heel goed kent. Nou, ik vraag maar hoe ben je binnengekomen? Ellery Cairo. Ellery, potverdomme. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Superman. Ja, dat is wel even wat anders inderdaad dan de voetballer die we kennen van een paar jaar geleden. Ja. Er is wat kilo bijgekomen in de positieve zin. Nou ja, ik heb niet stilgezeten. Nee. Zie je er goed uit, man. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Maar hoe is dat, want ik vroeg het al voordat we begonnen. Hoe is dat zo ontstaan? Want wat ik zei, vroeger was dat minder zo toen je voetballer was. Ja. In één keer switch en toen dacht je van, nou gaan we wat spiertjes erbij kweken. Ja. Ja, dat kwam eigenlijk door een trauma. Ik wilde eigenlijk afbouwen bij Dato. Dato. Oh. Ja, weet ik wel. Ja. En tijdens de eerste vriendschappelijke wedstrijd scheurde ik mijn patellapees volledig af. Dus ik heb niet echt van het amateurvoetballeven kunnen genieten. Nee, helaas niet. Verkeerde diagnose gesteld en uiteindelijk heb ik heel erg lang met die blessure op de bank gelegen en heb je tijd genoeg om na te denken. Ja. Op een gegeven moment dacht ik van zodra ik weer kan lopen, dan schiet ik de gym in. En dan wil ik er maximaal uit. Ja, dan ga ik volle bak aan de gewichten. Ja. En eigenlijk tot de dag van vandaag. Ja, dat heeft geloond. God, ja, zeer zeker. Ja. Weet je hoeveel je bent aangekomen? Wat was je mooiste prestatie? Hou je dat bij? Vind je dat belangrijk? Vond ik wel belangrijk, ja. nu niet meer zo. Nu vind ik het belangrijk om in ieder geval wel normaal te kunnen bewegen. Mm-hmm. Want dat kon ik op een gegeven moment niet meer. Want toen woog ik ook bijna 100 kilo. Ja. Nu weeg ik 91, okay. Dus dan valt het nog wel mee. En bankdrukken had ik... drukte ik 170 kilo weg. En dat jezus, zo. Man. Ben je jaloers op, hè? Nou, hij zit ook in de sportschool, maar alleen maar koffie drinken. Bij. Koffie drinken doet hij. Ik kom in, ik ga de douche in en dan ga ik er weer uit en dan ben ik weg. Ja. Maar als voetballer was je ook wel, je was wel pezig. Ja, bovenbeen altijd al. Ja, zeer, hij was super snel. Ik weet niet of je nog kan herinneren. Maar niet zo breed daarom. Nee, daar heb jij natuurlijk meer verstand van dan wij tweeën samen. Maar Bergwijn, is die ook niet iets te als voetballer? Dat je zegt, een blok. Ja, het vervelende is natuurlijk wel dat je met een shirt aanziet. Kijk, ik zou hem heel graag zonder shirt willen zien. Wacht even. Nee, maar we snappen wat je bedoelt. Ja, want ik had daar zelf ook wel last van bij NAC. Toen dacht iedereen dat ik heel erg dik was. Ja. Oh ja. En ik had een vetpercentage van onder de 10. Mm-hmm. Zo. Alleen, ik maak heel erg makkelijk spieren aan. Dus als je dan van die oldschool shirtjes hebt, dan zie je er... De blokken. Dus het kan zomaar zijn dat Bergwijn ook... Dat ook heeft. Dat zijn bouw. Kijk maar naar Willems bij Heracles, hetzelfde. Ja. Ja. Die zal toch niet zoveel vet hebben, wat men denkt allemaal op de tribune. Nee, maar iedereen zeker. Zegt, oh, is die dik. Ja. Maar het is eigenlijk allemaal pezen. Het is één blok, hè. Ja. Maar dat was inderdaad bij Bergwijn zo. Er was nog een hele discussie toen die moet afvallen en zo. En Brobby ook. Ja, Brobby is ook wel aardig gespierd voor zijn lichaam. Zeker. Of voor zijn leeftijd, zeker. Bedoel ik. Ja. Zeker. Ja, tuurlijk, maar als je gewoon kunt leveren en je bent gewoon nog... Ja, maar bloedsnel.
en je kunt goed bewegen. Ja, dat is prima. Ja. Ja. Leuk dat je hier bent, LRI. We gaan het zometeen nog wat meer hebben over jouw carrière en over hoe het nu met je gaat. Ja. Maar we trappen elke keer af, en dat is in het nieuwe jaar ook niet veranderd, met René Wagelaar, met jouw moment van de week. Dat is Karel Eiting. De comeback van Karel Eiting vind ik zaterdagavond de uitblinker. Vooral de eerste helft. Jongen met groot, met heel veel talent bij Ajax al. Toen dacht ik al, die gaat Ajax 1 halen. Linkspoot, ja. Is een bepaald voordeel. Zat in de lichting van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ja. Ja. Speelde ook al in 1. Kwam net misschien ietsje te kort op dat moment voor het middenveld. Wat ze toen hadden was net ietsje verder. Was jong. Krijgt een zware blessure. Valt dan uiteindelijk daardoor ook af. Van, dan wordt het natuurlijk niet beter van. Gaat naar Engeland toe. Komt bij Volendam terecht. Toen dacht ik, dit is te laag voor hem. Ja. Qua speler. Dat moet hij niet doen. Hij kan met gemak subtop. Via een wat moeilijk verhaal is hij dan toch bij Twente terechtgekomen. En nu zie je het. Heeft zijn kans rustig afgewacht. En in principe heeft hij hem voor mij doen gepakt. Ja. Want ik vond hem echt goed. Ja, zeker. Echt. Als verbindingsspeler. Je ziet de techniek uit de Ajax-opleiding. Hoe hij de ballen geeft. Was dit ook de eerste kans van Eiting, vond je? Natuurlijk heeft hij wel eens ingevallen. Maar nu, ja, maar dat was nog in een stadium dat hij nog volgens mij, maar dat weet Ellery wel beter, of hij toen al wel topfit was. En daar bedoel ik mee van, hij heeft de voorbereiding anders meegedraaid. Een beetje bij Volendam, toch een hoop gezeik gehad. En nu kwam hij er eigenlijk in voor het eerst dat hij er klaar voor was. En dan kun je aan alles zien. Hij gaf ook leiding op een gegeven moment op het middenveld, met aanwijzingen. En hij geeft weer de assist, want hij heeft een fantastische trap natuurlijk. Ja, hè? Ja, dat heeft zeker. Hij bij de galde kopbal, die mooi heeft assist. Hij perfect. Maar ik ben Eiting-fan sowieso, dat was ik al. Ja. Alleen nu laat hij het zien. Alleen nou zal het voor Jozef moeilijk worden, want hij heeft veel middenvelders. Jij bent vanaf december bij de selectie aangesloten. Jij hebt wellicht Eiting dan niet helemaal vanaf het begin meegemaakt. Nee. Maar zag jij, wat René ook zegt, een verschil in voorbereiding? Ik weet niet of hij geblesseerd binnenkwam, dat weet ik niet. Hij kan eigenlijk alleen maar wat zeggen over wat ik heb meegemaakt, wat ik nu meemaak met hem. Ja. Dit is echt een jongen die elke minuut aangrijpt om zich verder te ontwikkelen. Het is echt is ongekend. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Topsportmentaliteit. Echt een topsportmentaliteit. Ja. Ja. En zo zie je het maar. En dat betaalt zich natuurlijk gelijk uit. Ja, mooi is dat. Hij zit rond de 5-26. Dus de mooiste jaren komen er nu eigenlijk nog aan voor hem. Wat dat betreft dus tot aan 30-31. Dus die kan misschien nog wel ooit een stapje, maar hij kan goed voetballen. Mooi anderhalf jaar nog even ontplooien. En dan, Ja, kan goed voetballen. Ja. En dat is wel heel belangrijk als je op veld staat. Ja. We gaan het zo meteen nog meer hebben over natuurlijk over Twente. En over de mooie assist van Karel. Maar wij vinden het altijd wel even leuk, Ellery, om te kijken wie er bij ons aan tafel zit natuurlijk. Ja. Ja. Dus wij hebben wat vragen voor je voorbereid. En aan jou de vraag of jij die zo snel mogelijk wil beantwoorden. Dat moet lukken, toch? Ja, ja. Daar gaan we. Klaar voor? Ja. Mooiste moment uit je voetbalcarrière? Bekerwinst met FC Twente. Is er wel eens oneenigheid tussen Heracles en Twente-spelers in de opleiding, academie? Nee. Wat is de beste tip voor meer spieren? Veel rusten, trainen. En naar mij luisteren. Wat kan volgens jou nog verbeteren aan de jeugdopleiding? De faciliteiten. FC Twente of Feyenoord? Oh. FC Twente. Het mooiste moment uit je trainerscarrière? Aansluiten bij het eerste elftal. Heeft je tijd in het buitenland grote invloed gehad op jou of je carrière? Ja. Ben je liever een speler of een trainer? Trainer. Omschrijf jezelf in 1 woord. Top. Liever een technische speler of een fysieke speler? Technische speler. Tegenwoordig zijn spelers te weinig bezig met hun fysieke gesteldheid. Ligt eraan waar. Wat zou je nog willen veranderen aan het huidige voetbal? Niks. Niks? Nee. Je tijd in het buitenland heeft grote invloed gehad op jou of je carrière? Ja. Op jou? Op mij. Op jou, ja? Ja. En waarom? Ja. Je bent een tijdje natuurlijk, Duitsland heb je ook nog gezeten, ook Engeland. Ja. Als je als jonge naar het buitenland gaat, dan doet dat toch wel, doet dat iets met je. Ja. Een andere taal. Vond je lastig? Vond ik lastig. Ik kan me nog wel herinneren dat ik zat twee maanden bij Freiburg. En ze hadden in één keer het goede idee om mee naar een live talkshow ergens
Ach. Ja, okay. Kan toch niet? Ja, dus ik kwam daar en ik werd voorgesteld, gepresenteerd. En ik kwam binnen en alle vragen in het Duits. Oh. En ik moest in het Duits antwoorden. Oh, dus het was Ich will das. En ik kom uit het Westen, hè? Ja, dus kom uit Rotterdam. Ja. Dan is het nog anders, inderdaad. Ja, tuurlijk. Ja, dus het was lastig, maar het mooie... Ik vind dat je hier tot nu toe ongelooflijk goed doet. Ja, wel. Maar uiteindelijk, de dag daarna, kwam ik op de club en kreeg ik bijna een staande ovatie van de trainer. En de assistent trainer. Want jij had jezelf aardig gered zo. Ja, die vond dat machtig mooi en die had heel veel respect voor mij, omdat ik dat gewoon in het Duits deed. Was het met ondertiteling? Hoe deden ze dat? Of konden ze jou wel verstaan? Ze konden mij volgens mij wel verstaan of ze waren gewoon heel erg aardig en bleef gewoon een beetje zo lachen naar mij kijken. Nee, maar het is wel knap. Je komt verdomme uit Rotterdam en moet dan Duits praten. Ja, dat is wel moeilijk. Nou, ik kom hier uit de regio, ik kan ook geen Duits, dus dat moet je nagaan. Maar ik ben de een van de eerste. Maar ik zou eerst met Nederlands beginnen als ik jou was. Yes. Ellie, je zei ook nog, ben je liever op spelen of trainen? Toen zei je trainen. Ja. Spelen zijn, vond je niet leuk? Of? Het spelletje is natuurlijk heel erg leuk. Ja. Daar doe je het voor. Alleen komt er natuurlijk wel heel veel meer bij kijken. Ja. Kijk, en als het goed gaat, is het allemaal prima. Maar als het minder gaat, als jij een slechte dag hebt op je werk en je gaat naar huis, mm-hmm. je bent onderweg naar huis, niemand die je aanspreekt of iets dergelijks. Maar als je op het veld staat en je speelt een gigantisch slechte wedstrijd, overal waar je komt, dat was niet zo best. Hè? Had je gevoel dat je aardig gevangen dan ook zat? Daar in dat wereldje een beetje? Ja, zeer zeker. Kijk, je gaat ergens naartoe voor ontspanning. En uiteindelijk word je er altijd weer aan herinnerd dat je voetballer bent. En dat is niet altijd. Ben je opgevangen met de bus? Ja. De NAC? Bij Twente. Bij Twente ook tijd? Ja, toen moesten wij. Bij het politiebureau moesten we dus de reden van de wedstrijd door naar het politiebureau en dan moesten we daar echt wachten omdat Het lijkt me ook zo vreselijk. Ja, dat is niet leuk. Nee, man, moet je nog naar huis en zat zo'n bus daar en dan moet je daar wachten en wachten en wachten. Ja, heftig, hè? Het gebeurt vaker dat de fans het heft in eigen handen nemen. Ja. En een gehoor geven is geen toch probleem. Toch is er nog nooit een speler geslagen. Dus waar ze de bus ook op hebben gewacht, je kan maar niet, of een trainer of wat dan ook. Het is altijd een heel hoop kabaal. Ja. Je moet even wachten op die trainer, je doet even het woordje en je kan toch nog weer naar binnen. Kijk maar naar Lammers bij Heracles de laatste keer. Ja. Het is een hele hoop kabaal en er gebeurt weinig. Ik ben wel, maar het is niet leuk. Ik ben het wel mee eens. Ik was dit weekend bij Go Ahead tegen Deventer. Go Ahead tegen Ajax in Deventer. En ik zat dicht langs de lijn en het valt mij dan wel op hoeveel spelers, scheidsrechters, mensen die daar aan het werk zijn, te verduren krijgen, moeten het allemaal incasseren. Daar kan jij misschien over meepraten. Maar zelf mag je niks zeggen. Je moet het allemaal maar aannemen. Zo'n bus, je moet het allemaal maar accepteren. Je kan zelf niks terug doen. Nee, dat is all in the game. Daar word je voor betaald uiteindelijk. En dat is prof zijn. En dan moet je maar. Ja. Moet je wordt ervoor betaald om je huid volgescholden te krijgen. Ja, maar dan moet je maar het ene oor in het andere toch maar weer uit. Vind ik te makkelijk. Ja, joh. Ja. Ja, maar dat is makkelijk, weet ja, ik. Makkelijk, maar ja, om te zeggen, maar uiteindelijk als je dat doet echt, je wel ja, je voelt het wel. Je bent gewoon ook gewoon mens, hè? Dus je hebt gewoon emotie. Maar dan denk ik, hebben ze er wel verstand van altijd en hebben ze niet net 4 pillen op en 8 glazen bier en dat ze zomaar wat schreeuwen? Zeker. Dan denk ik, ja, het zal maar dat wel. Zijn ook de uitzonderingen op de regel, hè? Want we moeten nou niet doen alsof alle supporters gek zijn. Nee, maar dat zijn er niet dat veel. Dat soort gasten, die doen dat Ellery, maar social media was in jouw tijd ook nog niet zo erg als nu natuurlijk, hè? Nee, gelukkig niet. Wij hadden toen wel, ik weet niet of je het weet, we hadden wel een magazine 11, ken je dat? Ja, 11 voetbalblad, Na elke wedstrijd gingen wij dan wel kijken, want dan kreeg je cijfers. Ja? Oh, ja. Ja, en er stond een stukje tekst bij. Ja. En het was niet altijd positief. En ik weet vond je al vervelend? Ja, en dan speelde je een vervelende wedstrijd, dan dacht je, was je aan het twijfelen, zou ik wel kijken en niet kijken? Ja. Nou, dan keken en dan op een gegeven moment stond ze, Henry Cairo 4, blind paard en dat soort dingen. Ja. Een trap na. En moet je nagaan wat het nu is met social media. Mag er wat meer empathie van jouw part? Ja, zeker wel. Ja? Zeker wel. Ja, want niemand speelt met opzet een slechte wedstrijd. Tuurlijk niet. Dus ja, weet je, uiteindelijk doet iedereen zijn best. Ja, dan mag je wel. Het zijn geen robots, hè? Je moet het zien als zijn mensen, dat is altijd moeilijk. Ik vroeg aan jou, tegenwoordig zijn spelers te weinig bezig met hun fysieke gesteldheid. Nou, jij als fysieke trainer, was ik wel benieuwd naar jouw mening daarover. Ja, nogmaals, het ligt er maar net aan naar welke club je kijkt. Ja. Maar laten we eens kijken naar Twente en Heracles. Ja, zij zijn volle bak met hun fysieke gesteldheid bezig. Mm-hmm. En ja,
ochtends in de gym, 's middags in de gym. Ja. En er zijn een aantal spelers die komen gewoon op eigen houtje nog 's avonds. Ja, dus wat dat betreft, en dan is het niet alleen maar krachttraining hoor, want in de gym hoef je niet alleen krachttraining te doen, dus je kunt aan mobiliteit werken, coördinatie werken. Dus wat dat betreft, bij onze academie zit het echt wel heel erg goed in elkaar. Ja, ja. En bij de eerste elftallen ook. Ben je er trots op of kan er nog wel, is ook altijd nog wel ruimte voor verbetering? Ja, zeer zeker, maar ik ben er wel heel erg trots op, want dat hebben we toch met elkaar voor elkaar gekregen. Ja. En volgens mij genieten de spelers er ook van. Kijk, je probeert ze in ieder geval wel mee te geven en ze laten beseffen hoe belangrijk het is. En dat is het belangrijkste, want zij moeten er zelf in geloven. Ja. Voor mijn gevoel gaat het heel goed. Er zijn nieuwe complexen straks, we gaan ook stappen maken. Ja. Als dat er komt, dan kun je toch wel heel veel dingen extra in doen. Zeker. Komt er bijna aan, hè? Ja, ik hoorde net voor de tijd, toen zei iemand, komt er bijna aan. Komt er bijna aan. 2 jaar volgens mij. Maar maar de plannen zijn bezig toch? Plannen zijn er al en volgens mij is het ook wordt gerealiseerd. Rond, maar wordt gerealiseerd dan. Mooi heren, we gaan het allemaal meemaken. Zullen we maar eens gaan hebben over de mooie wedstrijd van afgelopen weekend? Het was een echte 6-puntenwedstrijd in strijd om de derde plek. Waarbij de Tukkers opnamen tegen AZ. Ja, en uiteindelijk met een 2-1 winst vandoor gingen. Een mooi dingetje daarbij is dat ik dat goed had voor René versus Wagelaar. Maar daar gaan we zo meteen over Wagelaar versus de gasten. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. De grootste gek kan wel eens wat goed gokken. Nee. Maar daar hebben we het zo meteen over. Dat wilde ik toch even benoemen. Daar kan je ook een keer over komen. Maar ongelooflijke mooie voorsprong op de ranglijst ook. We zien het hier. Twente vanaf de eerste seconde bij de strot en niet meer losgelaten. Nee, zo simpel is het. AZ had gewoon weinig te vertellen. Ja. Soms via een uitbraak, waar de goal uit kwam bijvoorbeeld. Was een uitbraak na 6 minuten. Maar daarna, Twente nam het zo weer over alsof er niks gebeurd was, alsof het nog 0-0 was. Ik vond ze echt heel goed spelen. Dus in plaats van achterom kijken, vooruit kijken naar Feyenoord? Ja, sowieso. Ja. Sowieso. Ik bedoel, ik wou maar dat Twente er een keer afging. Dat ze echt denken van, we kunnen Feyenoord wel pakken. En niet alleen maar denken, ach, dat is wel moeilijk. Rotterdam is ver en Rotterdam is beter en weet ik allemaal wat. Gewoon vol ervoor gaan. En we gaan Feyenoord opjagen. Wat denk jij? Ja. Moeten ze over 2 of 3 weken naartoe? Dus ik zou niet weten waarom niet. Feyenoord is echt, is geen wonder elftal tegen NEC. Nee, we hebben het gezien. En zijn er een paar niet bij. En als de maatstaf is dat Van der Belt bij de reserve soort die invalt. Ja. Nou, dan breng ik liever Regeer bij Twente. Want dan heb ik toch wel een klasse hoger. Met alle respect bedoel ik de bank nu. Alleen, aan de andere kant Wagelaar, wij waren er zelf ook bij. Had die Twente thuis ook heel moeilijk tegen NEC. Klopt. Dat klopt, maar dat ligt meer op dat moment aan Twente. Die waren herenmeester de eerste helft, vond ik. Het lag meer aan Twente dan dat gisteren alleen lag aan NEC. Ja, precies. Ja. Dat wel. Ik vind Feyenoord niet zo heel geweldig. Dus jij zegt dat terecht. Gewoon volop jagen nu. Ja. Maar tegen AZ, dat wou ik zeggen, is toch wel prachtig om te zien dat het elftal mentaal zo in elkaar zit dat ze niks weggeven. Er komt geen muisje, bij wijze van spreken, vrij. Dan kletst die er weer op en kletst is in hoog tempo. Ja. Iedereen haalde bij mij zeker een voldoende, sommigen er wat boven. Er was niemand die echt helemaal door de mand viel. Nou ja, Eiting. Ik wil dan toch wel even een beetje advocaat van de duivel spelen. Want de fouten die er werden gemaakt, waren er een paar. Maar dat waren wel persoonlijke fouten. Denk aan Hilgers toch wel. Hè? Dat was zonde. Kan gebeuren. Ja, maar ja. Hoe heb jij ernaar gekeken, Ellery? nu komt hij. Ik heb de wedstrijd niet live gezien, want mijn dochter moest basketballen in Amersfoort. Kan er best wel komen. Ja. Weet je, dus dat soort dingen gaan voor. Ja, dus daar moest ik bij zijn. Want maar kijk jij die wedstrijd terug voor jouw werk? Ik neem aan dat je het moet analyseren, toch? Ja, nou ja, ik hoef met de staf samen. Ja, dat gebeurt wel, maar ik kijk de wedstrijd dan wel zelf terug. In ieder geval dan, als ik word aangesproken en die jongens willen het over de wedstrijd hebben. Ja. Dan kan ik net allemaal gewoon meepraten. Precies. Maar nogmaals, ik moet de wedstrijd nog even terugzien. Ja. Maar dat gaat zeker gebeuren. Ja, ja. Heb jij de doelpunten wel meegekregen? Ja. Heb jij de 1-0 van AZ gezien door de fout van Hilgers door de benen? Ja. Ja, kan gebeuren. Ja, vervelend voor Mees. Inderdaad, net wat je zegt, het kan gebeuren. Komt op zijn verkeerde been ook uit, hè? Ja, weet je, uiteindelijk wordt het gewoon weer terug kijken, evalueren. Wat kun je beter doen? Iedereen weet wel dat hij beter
Kun je of hij uitkwam met zijn passen, Ellery. Hij loopt nog ietsje en dan gaat hij die sliding al inzetten. Als hij doorsprint of hij hem dan gewoon met links wegkamperen, misschien. Ja. Maar ja, dan kies je in een duizendste van een seconde een beslissing. En dan komt hij op zijn verkeerde been uit, dan kom je ook niet zo ver. Ja. Dus hij moet over zijn linkerbeen zetten de sliding. Ja, het ziet er een beetje ongelukkig uit. Alhoewel Odgaard hem fantastisch afmaakt, maar wie verwacht die bal nog? Menig spits draait al erom. Zeker, maar die reageert heel snel. Heel snel. Gaat in een fractie van een seconde. Ja. Het werd dus 0-1 in het begin door Jens Odegaard. Maar waar was AZ nou veel beter dan de Tukkers? Nee, ik denk we hebben laten zien dat het niet zoveel uitmaakt of het nu 0-0 staat of we staan 1-0 achter. Ik denk dat we gewoon door bleven spelen, onze manier van voetbal. We hebben zeker nog 3 kansen gehad of zo. En we belonen ons gewoon met die 3 punten. Helemaal mee eens met wat Unistal zei, als het aan mij ligt. Prima, toch? Wat die zeggen, ja. Want het was Twente wat voor 80% de wedstrijd domineerde. En AZ dat daarbij kon kijken. Zelfs een gelijkspel was niet verdiend geweest voor AZ. Nee. Hadden ze een wereldkans met Van Bommel op het einde. Door de fout van Brenet weliswaar, maar hij kreeg de kans. 1-1 van Eiting. Ongelooflijk mooie voorzet, toch? Ja, zeker. Nou ja, dan weten we toch dat hij een perfecte trap heeft. Hoe kwalde die dan mooi staan? Beetje Theo Jansen-achtig zelfs. Ik kan wegleggen naar de andere kant. Dit zijn uitspraken, tussendoor. Wagelaar. Nou, maar is goed. Eiting is goed. Ja? Ja. Beetje Theo Jansen-achtig. Nou, ja, ik zie die fijne trap. Hij legt hem, hè? Ik zie de krantenkop alweer. Wagelaar vergelijkt Eiting met Theo Jansen. Ja, maar niet qua dit hem. Nee, dat is heel anders, joh. Dat is twee keer Theo. Nee, ik snap wat je bedoelt. Met gevoel bedoel jij. Ja, gevoel kan je hem wegleggen. En precies, hè, die ene balken, kopbal een keer, die bij de tweede paal, die gingen ze terugleggen, werd geen goal. Maar hij heeft gewoon een hele fijne trap met links. Klaar. En als jij, nu Eiting was een beetje de vervanger voor de Zadelijk. Zeg jij, hij mag wel wat vaker van mij het proberen in de basis? Ik was nou niet graag even Jozef, want dat heb ik net al verteld tegen jou. Je hebt wel een vervelende... Nou, vervelend niet. Het is professioneel voetbal. Maar je moet nu een keuze maken. En eigenlijk kun je Eiting opstellen, je kan Sadilek opstellen. Eiting heeft er nu 1 heel goed gespeeld. Dan zou je normaal denken, dan stel ik Sadilek weer op. Met Keurle en Stijn. Ja. Maar het is wel moeilijk. Ja. Want... Ja. Heeft hartstikke goed gedaan. Prima. Uiteindelijk 2-1. Een ongelooflijk mooie seizoenstart voor FC Twente. Een van de beste sinds het kampioensjaar 2009-2010. Waarbij ze toen 47 punten behaalden na 17 speelronden. En nu 37 punten. Dat is wel ongelooflijk lekker om te horen. Dat zijn lekkere recordjes, toch? Ja, zeker. Nee, zeker. Mooi voorbeduren. Ja, weet je, daar moet je gewoon vertrouwen uitputten. Ja. Ja. En je merkt ook wel dat de jongens met veel vertrouwen op het veld staan. En veel vertrouwen rondlopen. Kijk, en dit moeten we gewoon vast blijven houden. Ja. Ja. Maar niet eroverheen. Dus nu wel proberen. Te veel zelfvertrouwen. Kijk, dat je denkt van, och, dat gaat wel. Nu moet je het wel scherp houden. Ik heb het gevoel dat er nuchterheid er aardig in zit. Gezonde nuchterheid. Ja, de trainer is een en al nuchterheid. Dat scheelt al, dat je er al mee begint. Ja. Dat was niet het enige mooie nieuws. Want daarbij heeft Robin Preupen ook zijn contract verlengd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ja, was mooi. Ja, dat is goed. Ik kan er niet meer onderuit nu. Nee. Zo doe je dat. Gewoon mensen voor het blok zetten, dat tekenen ze wel. Maar we helemaal achteraan, hè? Meteen helemaal achter. Nog alles checken? Nee. Arnold, zou jij wat willen zeggen? In Twente zeggen dan, kost wat, hij ook wat. Kost wat, hij ook wat. Robin Preupen, dames en heren, gaat een contract ondertekenen, als ik het goed heb. En dat heeft hij nu gedaan. Kost wat en hij ook wat. Goeie zaak. Hele mooie zaak. 2027, hè? Goeie zaak. Dat is een hele mooie vastgelegd. Kijk, probeer maar iemand te vinden die dat overneemt op deze manier. Precies. Moet jij even zoeken. Ja, ja, ik blijf bezig. Dan, vooruitkijkend jongens. NEC, waar we het net over hadden. Lastige pot, was het thuis al. Nu zometeen uit, Ellery. Wat verwacht je daar? Ja, nou ja, ik denk net wat je zegt, hè. Dat wordt super lastig. En ik denk dat er ook geen sprake zal zijn van onderschatting. Ja. Zeer zeker niet. Maar ja, uiteindelijk moeten we gewoon voor de winst gaan. Ja. En winnen we de wedstrijd ook. De moeilijkste wedstrijd zit in de week daartussen natuurlijk. Aankomende woensdag tegen PSV. Doen we die ook voorspellen? Ja, die gaan we zometeen zeker voorspellen. Ja. Dus ik wil nog geen uitslag horen, maar ik wil wel even weten, sta je er positief in, René? Jij bent wel van het glas half vol. PSV is op dit moment een level te hoog, dat denk ik wel. En het is in Eindhoven. Ik vind het ook eerlijk gezegd helemaal niet zo'n ramp. Nee. Ik ben meer voor de competitie. Ja. Want die beker is ook prima. Maar als ik dan door kan trekken op de competitie en ik probeer daar de tweede plek te krijgen.
Moet kijken wat er dan binnenkomt en welke stap ik dan kan maken. Beker is prima als het kan. Ja. PSV is wel van een ongekend level op dat dit moment. Dat is niet normaal. Hè? Ja, dus echt zit goed in elkaar. Ja, dat hebben ze daar echt goed voor elkaar. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ze moeten toch een keer een wedstrijd verliezen. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Dus waarom niet? Maar ik heb niet dat gevoel, ik heb hem meer over 2 weken of 3 weken naar Feyenoord toe. Ja. En die moet dit ook. Maar zou dat dan deze wedstrijd die verliezen en dan ongeslagen kampioen, PSV? Hoe zei je dat? Als zij dan 1 wedstrijd moeten verliezen, zou dat dan deze wedstrijd moeten zijn en dan ongeslagen kampioen? Nee, dat kan kampioen? Niet, dit is beker. Ja, dat zeg ik. Dus deze verliezen in de beker en dan ongeslagen kampioen. Dat ze dan alles winnen? Ja. Ja, dat zou zomaar kunnen, want ze zijn zo goed. Ze worden ook wel vergeleken met Ajax in de mooie Champions League jaren tot aan de halve finale tegen Tottenham. Ja. Als we dan kijken naar dit PSV tot slot en we vergelijken dat met Ajax 2018-2019. Ja. Ja, Erik was toen trainer. Wat zeggen we dan? Ja, daar zit het wel dichtbij. Ja? Ja. Wat hebben jullie voorkeur? Ajax. Dat is lastig, hè? Ajax? Ja, maar jij bent rood-wit handje. Iets mooier nog. Iets ik laat het, laat het even aan de Rotterdammer vragen. Ja, ik kan... Haag tegenover Ajax en PSV. Tuurlijk, Ellery, vergis me. Nee. Eerlijk? Ellery? Ajax wel, ja. Wat mist dit PSV dan, jongens? Het is ook goed geslagen. Is ook heel goed. Ja. En is ook prima, maar Ajax was net... Speelt Atletico Zoek, noem hem op. Doet het ongelooflijk goed. Ja, doen het goed. Maar Ajax was toen... Potverdimme, man. Ja, maar de transfers die de jongens van Ajax toen hebben gemaakt... Ja. Die zie ik de jongens van PSV... Niet maken. Nee. Ja, maar dat is toch al gauw zo bij PSV. Als er dan Ajax een naam achter zit, dan is er toch plus 50 miljoen erbij eigenlijk wel. Ja, maar als je nou echt de spelers naast elkaar zet, alle spelers... Ja, dan kies je toch wel vaker voor de spelers van Ajax destijds dan nu... Dit seizoen is het iets anders, gratis af te halen. Ja. Dit wordt heel anders. Straks bespreken wij de veelbogen wedstrijd in Waalwijk. Zijn die lekker je zit de hele tijd op te eten. En bespreken wij hoe de Spaanse Supercoppa is verlopen. Tot zo! De transferwindow is eindelijk geopend en weer 3 punten voor de Almeloers. Het is 15 januari, dit is de tweede helft van 120 voetbaltijd met Ellery Cairo en René Wagelaar. Heren, welkom terug. Even rust gehad, bijgetankt, koffie gedronken, we kunnen weer door. Nou, Ellery wilde niet, want dan zit hij te springen op de stoelen. Ja. Eén bakje is Eén bakje te hebben. Is ook niet goed voor je? Jawel, maar voor mij persoonlijk is dat is wel prima, maar ik denk voor jullie niet heel erg leuk. Nee, want anders wat denk je wat woord koffie verkeerd vandaan komt? Ja. Het is niet zo goed hoor. Nee, het is niet zo goed. Echt niet? Heren, we doen altijd in het begin van de tweede helft even een rondje langs de velden. Dus we gaan het even hebben over transfernieuws keer. Want Ajax? Ja. Ja, want we weten dat jij daar heel graag over gratis wil hebben. Gratis af te halen. Wat dan? Deze? Nee, deze is niet gratis af te halen. Nee. Jordan Henderson, oud Liverpool speler, is gegaan naar El Attifak. Attifaki. Sambaki. Zijn er dus de geruchten gaan dat hij voor 1,5 jaar kan tekenen bij Ajax. Alleen, Juventus die wil ook graag. Hij heeft een jaren salaris van, hij verdient 40 miljoen. Oh. En het laatste nieuws is nu net dat toch El Attifak niet wil dat hij langs gaat komen. Want ze willen niet dat... Ze willen hem niet kwijt. Nee, ze willen hem niet kwijt. Ze willen niet in... Dan later. Ze willen niet meewerken aan een vertrek. Het idee dat El Attifak zonder ook maar een krimp te geven Henderson zou laten gaan, was nooit realistisch. Laten ze weten. Daar later. Ja, ik bedoel... Dit is toch hetgene wat Ajax nodig heeft volgens jou? Ja, nou, volgens mij niet. Nee? Nee, ze hebben wel een goede nodig, maar niet een van bijna 34 die een mega bak geld gaat kosten ten eerste. Ik moet nog maar afwachten of hij met de rest een match krijgt. Dat wil ik nog eerst even zien met de rest van die spelers, want de rest is middenmoot. Maar dan komt het. Dan ga ik liever investeren in een jongen van die ik ergens op de korrel heb. Die AZ nu bijvoorbeeld haalt uit Tsjechië, zo'n middenvelder van 20, 21 jaar, 22 misschien. Mag ook nog een ander type. Maar dit gaat Ajax geen zeker derde brengen. Dat durf ik te wedden. Maar daar zullen we nooit achterkomen. Maar dit is niet een speler die individueel zoveel toevoegt aan de selectie dat ze derde worden. En is het dan die investering waard? En nou zie ik een hele... Maar ten eerste... Het debat is geopend, heren. Ten eerste vind ik het wel raar dat hij dan voor de zandbak kiest. En dan al zo snel weer klaar is. Ja, hij had heimwee. Ja, maar dat weet je al van tevoren als je daar naartoe gaat.
Dan denk ik van ja, hè, volwassen kerel, kom op. Ja. Ja. Maar goed, dat is dan zo. Ja, dat is dan zo. Kijk, ik denk dat Ajax toch wel wat ervaring mist en iemand met leiderschap kwaliteiten. En ja, uiteindelijk denk ik dat je aan Henson een hele goede hebt. Bak aan ervaring, Champions League winnaar. Ik ga afwegen. Ja. Snap ik. Maar René, jij kijkt zeker ook niet gek veel buitenlands voetbal. Hè? Weet je wel, heb je wel door, dit is... Hoe goed die is, bedoel je? Nou, qua speltechnisch niet, nee. Daar ben ik een beetje mee eens misschien. Maar je ziet A, niet voor niets bij Liverpool. B, dat is echt een ongelooflijk grote leider volgens mij. Ja. Nou, en ik denk dat Ellery het met mij eens kan zijn. Want jij zal ongetwijfeld ook wel eens naar de Engelse Premier League hebben gekeken. Zeker. Maar 8 van de 10 in die selectie, die hebben in principe geen zin meer om bij Ajax te blijven. En waarvan er zelfs nog wat in de opstelling staan. Die al denken van, het zal allemaal wel. Die gaan ook niet meer luisteren naar hem. Heb je toch juist zo'n iemand nodig? Ja, maar die gaat dat denk ik niet voor elkaar krijgen. En dan kijk ik ook nog niet eens of hij het wel of niet voor elkaar krijgt. Maar wat het gaat kosten, dat grapje. En dat is zo gigaveel dat ik denk, daar ga ik. En het is bijna 34. De reden waarom hij naar Nederland zou gaan, was vanwege een ongelooflijk goede belastingdeal voor hem. Als hij terug zou gaan naar Engeland, om in de top 10 of in de 10 tot 20 mee te spelen, dan zou hij heel veel belasting moeten betalen. Ja. Dus het zou voor hem ook voordelig zijn. En ook voor Ajax, zeggen ze. Ja. Het maar die gaat nog 4, 5 miljoen per jaar sowieso kosten. Op zijn minst. Ja. Als het niet meer is. Ja. En dan denk ik, is het dat waar? Voor dat halve jaar brengt hij mij zeker derde. Dus hij zei, zo goed dat hij mij zeker derde brengt. Daar ben ik niet van overtuigd. Want ik moet derde worden, anders heb ik er niks van. Ik denk jij van ook wel. Doen. Ja, okay. Ik denk als je echt puur kijkt naar wat er staat bij Ajax, dan is dat zeg maar een capaciteit, kwaliteit wat hem mist, wat er ontbreekt. De sleutelpositie. Ja, zet die jongens neer. Ja. Zet ze neer. Want wie doet dat nu? Dat is de vraag. Dat proberen ze vanaf de kant te doen, maar dat komt niet even goed aan. Nee, dat klopt. Er is niemand die het elftal neer kan zetten nu. En dat had ik, daarom hadden ze eigenlijk Daley Blind al nooit weg moeten doen, maar goed, dat is te lang geleden. Ja. Dat hadden ze al niet moeten doen, die kon dat als geen ander. Nee. Maar je hebt wel zo iemand, deze voor zoveel en dat. Ja, maar buiten wat hij dan zou verdienen. Waar kom ik dan terecht met hem? Is dat zo zeker dat ik dan de plek haal die ik zo graag wil? Maar ze willen derde worden. Ja. Ze willen hoe dan ook derde krijgt worden. Ongelooflijk veel autoriteit en leiderschap. En echt een flinke boost in. Maar kunnen we jouw vader nu bellen hoe het ervoor staat? Of is die niet bereikbaar? Die is niet bereikbaar. Nee, sorry. Ik heb mijn telefoon uit voor de opnames altijd. Dus dat jammer. Kan niet. Hadden we het kunnen horen nu? Maar volgens mij heb jij zijn nummer ook. Dus je mag hem kapot bellen. Je mag hem kapot bellen. Of die overgaat. Nee. Wagenlaar gaan we niet doen. Even professioneel blijven. Dan, de Spaanse Supercopa was gisteravond. Ja, ik ging er helemaal lekker klaar voor zitten hoor. Ik vind het heerlijk. Jij helaas niet, hè, weer René. Ja, hoe kan je dit nou missen? Heb jij gekeken, Ellery? Of nou, in ieder geval de samenvatting hoop ik, toch? Ellery? Mooi. Ellery, heb je gekeken? Volleybal niet buiten. Volleybal niet buiten. Nee, maar dit zijn wel de potjes waar je meestal klaar voor gaat zitten, toch? Zeker weten. Alleen gisteren ik niet. Nee, nou ja. Goed. 4-1 werd het voor Real Madrid door een hat-trick van Vinicius Junior. Ja, in mijn ogen op dit moment wel echt een van Ajax? Goede spelers. Nee, het gaat niet altijd over Ajax. Nee man, dan kunnen ze ook iemand worden. Ze misschien derde. Kost 80 miljoen. Nou, dit kost geen 80. Doe er maar een nulletje achter. Laat je open. Nee, het was in Saoedi-Arabië. Daar was wel flink wat kritiek over. Want ja, waarom nou weer daar spelers hebben dat ook geuit? Toni Kroos bijvoorbeeld. Blijf nou eens met je tengels van die nootjes af de hele tijd. Zo lekker dit. Maar lekker. Het was wel weer een El Clasico. Ja. Het was een heerlijk heel klassico. En dit was de 13e Supercup voor Real Madrid. En voor Barcelona, die er op dit moment 14 heeft. Dus ze naderen elkaar aardig. Maar dat blijft lekker toch, Barcelona tegen Real Madrid. Is dat eerlijk op dit moment nog steeds, Ellery, in je ogen? Ja. De twee teams? Maar Vinicius Junior, behoort hij nu tot echt een van de beste ter wereld? Of zeggen op we? Dit moment? Ja? Ik denk dat in mijn ogen staat hij in de top 5, zeker. Ja? Ja. Maar de echte beste op dit moment die staat ook bij hem in een team. En dat is? Bellingham in mijn ogen. Vind jij niet? Dat is op dit moment de beste? Afgelopen half jaar. Ja, René, je moet even, ik zet jou even in de wacht. Ik heb nog een vraag. Wat is in jouw ogen nee, dan? Ja, ik weet het even niet. Nee, het, kijk, lastig, het was heel makkelijk. Messi en Ronaldo. Ja, Messi en Ronaldo. Maar ja, die zijn een beetje natuurlijk weggevallen. Ja. Is het Mbappé of Haaland voor jou? Ja, dan zou ik er denk ik toch wel voor Mbappé gaan. Ja. Hey, maar Ellery, heb jij niet dan, waarom ik vooral niet wil gaan kijken de laatste, dat is al wel bijna dik 5 jaar sowieso dat ik niks meer kijk, dat het te giga wordt aan salarissen, aan transfers, om wat er allemaal loopt in het buitenland. Dat is zo ver van mijn bedshow dat ik denk,
waar slaat het allemaal, die bedragen, wat er allemaal in omgaat. En is het voetbal dan zo mooi om te kijken naar Torino, Lecce of weet ik veel, waar je allemaal naar kijkt in het buitenland. Al die potjes, dan vind ik de Eredivisie, Heuterkneuter, veel mooier. Ja, die ken je iedereen. En, nou, niet geen mooie voetbal. Oh. Maar dan zie je wel wat bekender. Dat komt omdat jij er meer in verdiept. Jij hebt dan ook een verleden als zaakwaarnemer. Dus ik kan me ook voorstellen. Je zit erin. Je kent heel veel mensen daar ook binnenin. En, ik vind het kneuterig wel je kent mooi. Dat elke club ken je ook wel mensen. Dus, ja. Als je bij RKC bent, kun je bijna elke supporter een hand geven. Ja. Maar ik hoop dat Ellery het met mij eens is. Dat het voetbal, zoals een Lecce tegen Torino, dat is ook onwijs mooi voetbal. Of een Burnley tegen Nottingham Forest. Dat kijk ik liever naar dan een NAC tegen Almere City. Ja, nou ja, die komen niet tegen elkaar uit. Maar als je de Eredivisiewedstrijd, ik niet. Ik vind dat wel, maar ik vind het ook zo giga, ik vind het zo overdone dat ik denk, jongens, waarom moet dat toch? Waarom moet iemand 50 miljoen per jaar verdienen en het slaat nergens meer op in het buitenland. Vind jij van de bedragen, Ellery? Ja, dat is wel heel extreem. Ja. Ja, kijk, als je naar een chirurg kijkt, juist. Weet je, dan denk je van, nou, als je dan moet kiezen. Precies. Maar weet je, entertainment. Ja, zelfde. Voetballers zijn entertainers. Dus ja, die krijgen gewoon heel veel aandacht. En aandacht. Ja, kijk, en als het nou, ja. Maar ja, als je zelf speler bent, wat ga je zeggen? Nou, weet je wat? We hadden Lars Oenestal hier zitten en die gaat voor 50 miljoen niet naar de zandbak. Lars is de uitzondering op de regel. Ja, maar vond ik wel hartstikke mooi. Ja, zeker. Die blijft wel dicht bij zichzelf, dat hij denkt, dan laat maar lekker zitten. Ik heb het nu goed en die zijn er misschien niet zoveel. Nee. Maar dat vind ik wel hartstikke mooi. Daar word ik niet gelukkig van in de zandbak. Zullen we dan maar hadden vroeger thuis al geen zandbak. Zullen we maar teruggaan naar dat heuterkneuterige waar jij het over had? Zullen we maar gaan hebben over RKC tegen Heracles? Doe maar even en Ajax. Nee, niet en Ajax. Niet en Ajax. Jij dan ga je lekker naar AT5, jij. We gaan het nu gewoon lekker hebben over Heracles. Daar hebben ze niemand met accent bij AT5. Nee, dat zou helemaal goed zijn. Ja. 1-2 voor de club uit Almelo. Het was een mooie pot, vond ik nog wel. Alleen Brouwer, ook al held van de wedstrijd hoor. Die hield Heracles ook wel aardig in de twee, drie keer zeker. Met alsnog een hechting in het gezicht. Wordt er wel knapper van, denk ik, als straks weer allemaal weer normaal is. Ja. Maar Heracles begon vanuit een gesloten verdediging een beetje. Dus echt wel achteroverleunend, vijf man achterop. Bevalt ze blijkbaar beter, maar om nou meteen Hosanna te zeggen, ik vond ze niet geweldig spelen. Nee. Zeker niet. Nee, dat is Heracles zomaar kunnen winnen. Moment, hè? Maar, maar ze hebben die drie punten en daar krijg je wat zelfvertrouwen van. Ja. En dan kan het zijn dat je langzaam, Volendam komt nu, dat je langzaam weer richting die middenmoot mag ruiken. Ja. En dan, maar het was niet geweldig, het houdt niet over. Ze hebben nu Bruin erbij, dribbelaartje, fanatiek. Middenvelden, maar, die zou iets kunnen brengen. Hoe heet hij nou, die bij ons aan tafel zat, die ligt er ook nu weer een tijdje uit. Laudersen. Ja, pech. Dat is pech. Ja, absoluut. Ja. Die had ook wat toe kunnen voegen op de buitenplaats. Ja. Maar het is allemaal, het houdt niet over. Dit is een gewonnen pot, eigenlijk met een gelukje, maar je krijgt zelfvertrouwen als je dan wint. En dan kun je misschien ietsje die kant op van dat het de middenmoot kan worden. Maar het wordt moeilijk. Ze krijgen nog een nieuwe, halen ze er nog bij. Ja. Deze window, er komt nog iemand bij. Dus ik hoop het. Heeft dat effect van de trainerswissel misschien positieve invloed gehad? Dat denk ik wel. Mm-hmm. In ieder geval een fris gezicht. Ja. En dat kan echt superveel doen. En dat iedereen er weer in gaat geloven. Dat creëert frisse nieuwe energie. Ja. En daar zijn spelers dan vaak aan toe. En dan hoeft het voetbal niet heel erg mooi te zijn, maar drie punten, dat wat je zegt, dat is van levensbelang. En vanuit daar kun je dan weer verder bouwen. Ja, zo belangrijk, man. Want je zei, het was inderdaad niet heel overtuigend, want de winst kwam uiteindelijk door twee strafschoppen, ook eentje van RKC natuurlijk, maar het was twee keer een handsbal. Ja, allebei. Komen we toch weer bij de discussie aan, hens wel, niet, hij wel zegt, niet. Meijers die zei van ik zwaaide naar mijn vrouw op de tribune. Oh, ja. Hij zei dat ik was niet bewust. Dat kun je zien. Hij doet zo. Hij zegt ja, dat mag. Juridisch waterdicht dit, maar het is wel een pingel. En die van Hansom, exact hetzelfde. Ja, ze doen toch ietsje. Het is moeilijk. Ja. Ik vind het heel moeilijk, want misschien is dit niet helemaal automatisch. Maar als iemand schiet of voorzet, doe je gauw. Je kan nooit zo doen. Dat zie je nu wel vaak, hè? Dat verdedigers met hun handen op hun rug. Dat denk ik bij mezelf, moet. Ja, als het geen natuurlijke beweging is, dan word je afgestraft. Ja. Ja. Ik vind het een rare regel, maar goed. René die maakt zich zorgen over na-competitie voor Heracles.
Hoe kijk jij daarnaar, Hilary? Nou, mooi begin weer van 2024 voor de Almeloers. Ja. Zie jij de na-competitie ook vrezen voor ze? Ja, dat is altijd, vind ik altijd een beetje moeilijk om te zeggen. Ja. Maar ik denk dat ze er echt wel gewoon helemaal volledig bovenop komen. Dat denk ik echt. Wel bij de eerste 14, 15 veilig. Ja. Daar ga ik vanuit. Nou, weet je, kijk, ik moet ook niet vergeten, hè. Ik werk bij een gedeelde academie. Ja. En we verbinden, hè, de academie verbindt de regio mooi. En dat vind ik echt prachtig. Ik hoop dat ze erin blijven. Ja, Ik heb niks tegen Heracles. Nee. Mensen hebben, Heracles mag van mij eruit. Juist zo mooi, die derby ook. Ja, maar überhaupt wel Almelo. Ik heb daar niks tegen. Nee. Ik vind het wel leuk als ze erin blijven. En we werken gewoon goed samen. Ja. Zeker. Het zou ook lastig zijn, want je maakt een programma over en Twente en over Heracles. Dus dan zou het wel heel lastig zijn als jij wat tegen Almelo had. Zover ik nog niet eens gekeken. Nee. Dat meen ik echt. Ja? Ik vind het gewoon wel leuk, Heracles. Ja. En ik vind ook, het is eigenlijk helemaal geen strijd. Want de beste talenten, zeg maar, die willen toch naar Twente doen. Dat heb ik al eerder gezegd. Belde Tom Egbers me een keer op. En die vond het allemaal heel bijzonder dat ik dat zei. Want Heracles, fan is die. Ja. Maar dat is gewoon een feit. Als een speler mag kiezen tussen twee clubs, dan kies je toch voor Twente. Dat is toch, dan ga ik eerst proberen of ik dat level aan, het eerste. Ellery dat al meegemaakt? Want Ellery die zit daar middenin. Ja, maar je hebt er al een paar gehad die daar naartoe gingen, die bij Twente op dat moment geen contract kregen. Dat was Schepenman, dat hadden we Bultman, hebben ze misbaai bij Twente al. Je kunt ook niet een jongen allemaal houden. Nee. Maar we hebben nu ook wel een aantal jongens bij ons in de academie, die gaan gewoon wekelijks naar... In ieder geval thuis spelen naar Heracles. En die hebben echt een Heracles hart. Ja. Oh. Ja. Dus als zij dan zouden mogen kiezen. Denk jij dat ze dan voor Heracles kiezen? Ja, zeer zeker. Oké. Okay. Ja. Heren, we gaan vooruitkijken. Volendam volgende week. Thuis weer, nummer 17. ik durf niet meer te zeggen. Ja. Ik vind Heracles, want we hebben het er al vaak over gehad. Het rechterrijtje zit zo dicht bij elkaar. Ja, ligt gelijkwaardig. Heracles staat er nu 12e, maar Volendam staat 17e. Maar dat is echt niet zoveel, vind ik. Nee, het scheelt elkaar, doet elkaar echt niet zo. Niet alleen de stand, maar ik bedoel... 14, sorry. Ja, niet alleen de stand dat ze niet zo heel ver uit elkaar zijn, maar qua elftal ook niet. Gisteren tegen Almere, dan verliezen ze ook eigenlijk wel onterecht. Hebben ze zeker een gelijkspel verdiend, vind ik. Ja. Dus het kan eigenlijk ook wel... Ja, alle kanten op, maar Heracles thuis. Maar dat doen we straks wel. Maar die zal moeten winnen. Kunnen winnen. Goed. Duidelijk. We gaan zo meteen voorspellen, Ellery. Dus dan mag jij jouw mening erop loslaten. Haal de bol maar onder de tafel. Precies. We gaan het hebben namelijk over de winactie. Die eerste weer van het nieuwe jaar. Vorig jaar gingen ze lekker. Wat voor mooie winacties hadden we vorig jaar nou? We hadden een airco. Ga die allemaal opnoemen nu? We hebben maar een uurtje. Een paar. We hadden een airco. We hadden kaarten voor Twente. Dus, we hadden Indivipro die grote prijs. Indivipro. We hadden een paar mooie boeken ook. Van Eddie van der Leyen natuurlijk nog. Shirts. Shirts. Dus we beginnen klein, maar we bereiden steeds iets uit. Nou, noem het maar klein. De tweede druk komt eraan van ieder uur van Peter Eijthoff over Paul Krabbe. Ja. Frits Korbach, hartstikke mooi boek. Maar er vroegen mij zoveel mensen naar. En toen had ik gedacht, we gaan hem nog één keer erin zetten als prijs. Want het is een prachtig boek. Je moet even lezen. Jij kent Paul nog, Krabbe? Ja, nooit meer gewerkt. Weet wie het is. Trainer nog bij Zwolle geweest. Ja. En is nu weer bij Losse, technisch adviseur. Dus, maar een hartstikke mooi boek om te lezen. Een mooi boek, weet je wel. Sommigen zijn zo gelikt en zo. Het is echt een heel mooi boek. Echt over de regio ook, hè? Maar de tweede druk komt eraan, dus dat gaat goed. Dat zegt genoeg. Ja. Mensen, willen jullie dit boek winnen? Het is heel makkelijk. Ga naar onze Instagram-pagina. @voetbaltijd.talkshow. Ik vergeet het gewoon elke keer. Excuus. @voetbaltijd.talkshow. Laat straks even een wel beter achter. Als je een stapje wil maken naar Hilversum. Ja, dan moet ik dat wel weten. Want de Instagram-pagina's en zo moet zijn. Wel wat beter dat klopt. Oefenen we anders dan. Ik vind het wel fijn dat die feedback krijgt live in de uitzending. ga naar onze Instagram-pagina. @voetbaltijd.talkshow. Laat even een bericht achter. En dan zorgen wij ervoor dat dit mooie boek jullie kant op komen. En dan volgende week krijgen we de winnaar te horen. Goed. Iets waar ik al een tijdje naar uitkijk. We gaan voorspellen, heren. Ik moet weer naar hier, jongen. Blijf zitten. Want, waarom kijk ik hier nou zo naar uit? Nou, ik ben ingelopen. Het staat 12-10, René. Het stond eerst 12-7. En Ellery, vanaf het begin van het seizoen hebben wij al een beetje een strijd onderling. Ik ben presentator, dus ik mag geen mening hebben, hè, eigenlijk. Dus daarom dat jij mij helpt. Maar René en ik die voorspellen. Heb je het team goed, dan krijg je 1 punt. Heb je de uitslag goed, dan krijg je 3 punten. Dus ik had het de vorige keer. Dat is wel grappig. Weet je hoe dat is gegaan?
Nicky zei namelijk dat het 3-1 zou worden. Dat was met kerst. Toen zei Jeroen van, toen zei ik ook, En omdat ik, dat is de eerste keer dat ik een beetje input had. En dat betaalt gelijk weer uit, René. Ja, ja. Dus dan zie je maar weer. Bluffen zit erin, hè. Dat gaat er niet meer uit. Mooi. Dat gaat er niet meer uit. Hillary, dus jij moet mij helpen. Wij gaan samen strijden tegen René. Ja. En we strijden om een lekker etentje namelijk, anders moet ik het betalen. Dus daar heb ik niet zoveel zin in. Maar misschien als ik aan alle gasten een euro vraag, dan kan een heel eind komen. Dat denk ik wel. Dat denk ik ook. Ellery, we gaan beginnen met Heracles tegen Volendam op zaterdag. Wat verwacht jij daarbij? Heracles wint. Ja. Met? 2-1. 2-1. Ja. Zeg je heel voorzichtig. Ja. Ik wil overtuiging, hè? 2-1. 2-1, ja. Ik wil winnen namelijk. Maar ik ook. Ja. En ik wijk nu niet af. Nee. Ja? Ja, 2-1. Oké. Heracles wint. Heel gemeen, want de gast is de koning. Maar goed, als jij het zo wil spelen, René. Ja, ik wil dit keer, maar dat had ik de vorige keer op met mensen. Dat ik wil ook 2-1. En toen verloor je. Dat weet want ik jij wilde ook 2-1 zeggen. Nou, dan blijven we gelijk. Ja, maar ik blijf voor gelijk. Maar goed, ze hebben nog twee potten. We hebben namelijk PSV tegen Twente in de beker. Die nemen we gewoon mee. Ja. En als je toch heel eerlijk moet zijn, Ellery. Ja. Dan zeg jij. Ja. Morgen werken? Ja. Ja. Ik zeg, heb je contract al verlengd? Ja. Ja? Oké. Okay. Nee, dan kun je eerlijk zijn. Nee, ik zeg, we hebben het er net al heel kort over gehad. Ja. Het moet ooit gebeuren. Oh. Eens gebeuren. Oei. Oh. Zeg het maar. De uitslag? 1-3. 1-0. 1-0? Ja, 0-1 dus. 0-1, sorry. Ja, 0-1. Ja. Ik weet niet of ik hier heel blij mee ben. Want, ja, dat zijn mijn punten. Hè. Jij bent er morgen weer. Ja, maar ja, goed. Ja, nou, 0-1. Maar Ellie zegt, ze verliezen ooit een keer. Dat gaat gebeuren. Alleen woensdag niet. Oh. Woensdag wordt het 3-1. 3-1 voor PSV. Ja. Dus geen verlenging. Is een machine, gewoon in de 90 is... minuten wordt het afgemaakt door een van de twee teams. Ja, duidelijk. Dat, ja. En tot slot NEC tegen FC Twente. Oeh. 1-3. 1-3. Ja. Voor Twente. 1-2. 1-2 voor Twente. Ja. We gaan meemaken, heren. Dit ik ben heel benieuwd. Dit was hem. Ellery, mag ik jou heel erg bedanken. Leuk dat je wilde aanschuiven. Bedankt voor je mooie verhalen. Ja. Succes verder bij FC Twente. Dankjewel. Zorg ervoor dat ze allemaal net zo goed. En bij de academie. En bij de academie natuurlijk. Niet vergeten, daar gaat het gebeuren. Komt omdat je net bij Twente zit, dus vandaar. Excuse. Daar zitten ze, academie. Maar jij hebt een mooie combinatie, hè? 20 uur bij Twente en 20 uur bij de academie. Ja. Dat is echt super mooi. Mooi. Daar ben ik erg blij mee. Nou, zorg ervoor dat er een paar mooie pareltjes uit de academie komt voor Heracles en voor Twente. Wagelaar, jij bedankt. Volgende week. Ben je er weer? Ja, zeker. En dan met? Jurie Mulder. Jurie Mulder. Ja. Leuk. Leuk. Een potje achteruit rennen. Ook met leuk. Ja, Jurie doet achteruit lopen. Dus. Achteruit lopen, dat is de tip van Jurie. Jullie bedankt voor het kijken. Hartstikke bedankt. Volg ons zeker ook even op Instagram, op Facebook en op TikTok. Als Spotify zijn we te beluisteren als podcast. En abonneer je even op het YouTube-kanaal. Dat zou ook wel heel fijn zijn. En dan zien we jullie volgende week weer. Tot dan!